Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een inspiratiefilmpje voor boeken in je klas. Maarten, Sabine, Marjolein, Ruben en ik hebben weer een stapel verse, heerlijke boeken om uit te kiezen. Voor alle groepen. Ik begin maar gelijk met de boeken voor groep 1 en 2. En ik begin met een verrukkelijk prentenboek. En daarbij wil ik zeggen dat het niet alleen voor 1 en 2 is, maar alle prentenboeken kan je gebruiken tot en met groep 8. Want er worden mooie thema's in aangesneden. In dit boek, Het Verrukkelijke Hotel, gaat het over waardering krijgen, je dromen volgen. En het gaat over Ruben. Ruben die is het keukenhulpje in dit verrukkelijke hotel. En hier zie je gelijk dat Ruben een onmisbare schakel is om er alles in het hotel op rolletjes te laten lopen. 'S ochtends om 5 uur zet hij een kop sterke koffie voor de kokkin. Zodat de kokkin het ontbijt kan maken dat de butler dan weer naar de hotelmanager brengt. En in de avond om 11 uur gaat ook alles weer in een vaste volgorde. En Ruben droomt. Waar hij van droomt en of ze dromen uitkomen, vertel ik niet. Maar achter op het boek zie je dat het behoorlijk verhit aan toe kan gaan. En zeker een succes in alle groepen. Het is geschreven door Kate Davis met tekeningen van Isabelle Follat. Dan heb ik 3 boeken over honden. Ik heb deze, Ben je ziek, Tackleton? Van Bette Westera en Noelle Smit. Het 3e boek over Tackleton. Of ik kan natuurlijk ook dit boek bespreken van Rob Riddle, Vreemde hond in de bijt. Nou, je ziet wel aan het plaatje waar het over gaat. Een boek waar je ook in kan zoeken. En het gaat over niet hetzelfde zijn als iedereen. Of ik kan dit boek bespreken met jullie. En dat is het De ziekenhuishond van Julia Donaldson. Die kunnen jullie kennen van De Gruffalo. Ja. De tekeningen zijn van Sarah Ogilvy, en dat is een ander dan de tekenaar van De Gruffalo. Het is een ontzettend lief boek over Fiet. En Fiet is de ziekenhuishond. Iedere dag gaat Fiet naar het ziekenhuis om met patiënten, om patiënten te troosten eigenlijk. En dat doet hij door er te zijn, door zich te laten aaien, te knuffelen met zieke kinderen. En dat biedt enorm veel troost. De tekeningen zijn warm en fantasievol gemaakt. Ik denk dat heel veel kinderen heel veel plezier hebben met dit boek van Julia Donaldson. Mooi thema om aan te werken. Als laatste boek heb ik een ander boek dan een prentenboek en dat is een informatieboek. Want ook informatieboeken kun je voorlezen. Ook bij kleuters. Bijvoorbeeld dit boekje van De Bosuil uit de serie Speuren in de Natuur. En in die serie zijn nog meer boeken. Nou, ik moet laten merken of weten hoe, hoe het is om hieruit voorgelezen te krijgen. Lees ik de eerste bladzijde even voor. Het is nacht. Het is donker in het bos. Er zit een bosuil in de boom. Uilen zijn nachtdieren. Ze blijven de hele nacht wakker om naar eten te zoeken. Met hun scherpe ogen kunnen ze heel goed in het donker zien. En ze horen ook heel goed. De bosuil ziet een muis over de grond lopen. Die lust hij wel. Kijk, hier zit hij. En dan kan je de rest van het boek ook voorlezen. Het gaat over een schattig uilskuiken die allerlei kunsten uithaalt. En het is dus eigenlijk een weetjesboek waar veel kinderen ook wel van houden. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn. Op naar groep 3-4. Hoi, ik ben Marjolein en ik ga de boeken voor groep 3 en 4 presenteren. Nou, dat ga ik niet zomaar doen, maar op een speciale manier. Namelijk, ik heb de boeken ingepakt. En dat is een hele leuke werkvorm die je ook in de klas kunt doen. Zeker in deze feestmaand. Daar past het helemaal bij. Je pakt de boeken in en je zet er een zinnetje op. Ik heb er bijvoorbeeld een rijmpje op gezet. Maar je kunt er ook alleen een woord op zetten voor groep 3
of een tekeningetje maken. Het is in ieder geval de bedoeling dat je er iets op zet waar kinderen enthousiast van worden en denken, oh, dat boek zou ik wel willen lezen. Nou, op dit boek heb ik bijvoorbeeld geschreven voor een kind dat houdt van dierenboeken en het ook leuk vindt om te zoeken. Nou, wat voor soort boek zou er nou in zitten? Daar kun je natuurlijk met de kinderen over hebben. Ik zal hem snel openmaken. Het is het Grote Vogel Zoekboek. En het is een boek over vogels. Het is een informatieboek en tegelijkertijd een zoekboek. Want er staat heel veel informatie over vogels in. Kinderen kunnen hier zien hoe de vogels heten en hier kunnen ze zoeken. Ook leuk nu als de kinderen zelf in de winter misschien wel vogels in hun eigen tuin gaan zoeken. Dan kunnen ze in dit boek opzoeken hoe die vogels heten. En je kunt het dus in de klas ook goed gebruiken bij het thema winter of als je het over vogels hebt. Het is een hard kartonnen boek, maar zeker niet alleen voor kleuters, maar dus ook heel geschikt voor groep 3 en 4. Gaan we verder met het volgende boek. Hierop staat, voor een kind dat graag lacht, een strip die anders eindigt dan verwacht. Nou, wat zou dat voor boek zijn? Ik ga hem snel openmaken. Wat is het boek? Luister naar mijn trompet van Mo Willems. En het is dus een strip, dat stond er al. En het gaat over Biggie en Olaf. En Biggie heeft een trompet en hij gaat dat laten horen aan Olaf. En je ziet het al een beetje op de plaatjes. Olaf vindt het niet zo heel erg mooi. Maar het eindigt dus heel anders dan je misschien wel verwacht, zoals op het briefje stond. Een heel grappig boek uit de serie Tijgerlezen. En Tijgerlezen is een serie, het staat hier ook achter op het boek. Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar een boek grijpen. Daarom is de serie Tijgerlezen ontwikkeld voor beginnende lezers van 5 tot 9 jaar. Maar het heeft dus geen niveau en is zowel geschikt voor groep 3 als groep 4. Ik heb er zelf heel hard om moeten lachen, ik denk de kinderen ook. Gaan we naar het laatste ingepakte boek. Dit boek is voor een kind dat graag verhalen leest over de Sint. Ja, we zijn natuurlijk nu eind november. Veel Sinterklaasboeken verschijnen. En nou, het zal je niet verrassen dat in dit pakje het boek zit. De dappere ritster, de Sint zit vast. Nou heeft Janneke Schotveld al meerdere verhalen over de dappere ritster geschreven. Onder andere in het boek Kikkerbilletjes van de Koning en het Kattenmannetje. Maar de dappere ritster heeft ook al een eigen boek. En dit is een klein verhaaltje, een vervolgverhaaltje over de dappere ritster, waarbij ze de Sint gaat redden. Zoals de verhalen van de dappere ritster is het een eigentijdsverhaal waarbij er grappige dingen in zitten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Bijvoorbeeld de pieten staken, omdat ze vinden dat de kinderen te grote cadeaus vragen in hun schoen. En de Sint, die moet het dus alleen opknappen en komt vast te zitten in een schoorsteen. Nou, hoe dat allemaal verder afloopt, kun je lekker voorlezen in de klas, maar kinderen kunnen het ook zelf lezen in groep 4. Ik heb trouwens nog een ander Sintboek meegenomen. Die zou ik er nog even bij pakken. Dat is deze, de Pietotoets. Gaat over dat Sinterklaas te weinig pieten heeft en dat er in deze klas kinderen moeten worden opgeleid om piet te worden. En het leuke ervan is, het is een verhaal, maar het is ook een doelboek. Want al die pietotoetsen kun je ook zelf in de klas doen. Bijvoorbeeld door pepernoten te gooien, maar ook evenwichtsoefeningen. En er staan ook allemaal liedjes in. En die liedjes kun je ook terugvinden op YouTube of op Spotify. Dus je kunt zingen, klauteren, klimmen, sluipen en lekker lezen met dit boek. Dus heel veel plezier mee. En ik hoop jullie snel te zien in de bibliotheek. Heidefeestdagen komen eraan. En dan willen we natuurlijk allemaal weer nieuwe boekentips. Ik heb 3 hele leuke tips voor de onder-, midden- en bovenbouw. Voor de onderbouw heb ik deze in gedachten. Het feest andersom. Een boek van Paul Biegel wat weer opnieuw is uitgebracht. In dit boek gaat het erom dat kinderen 1 dag per jaar de baas zijn. De volwassenen moeten naar school en de kinderen gaan aan het werk. En als de volwassenen braaf zijn, dan worden ze 's avonds voorgelezen. Maar als ze niet braaf zijn, dan kan het nog eens zijn dat ze op het late journaal uitkomen.
Een leuk boek voor kleine kinderen om de wereld eens een keertje op een hele andere manier te bekijken. En dan voor de middenbouw heb ik Zootje Ongeregeld van Iris Boter. In dit boek gaat het om Tore. Tore kan niet zo heel goed leren. Lezen, schrijven heeft ze moeite mee. En ze is ook niet zo populair bij de kinderen. Haar familie staat bekend als het Zootje Ongeregeld. Ze wonen in een groot rommelig huis. En Tore besluit om op te ruimen, zodat ze een klassefeest kan gaan organiseren. Ze besluit om te beginnen bij een grote kast in de kamer dat vol ligt met allerlei papieren waar niemand naar haar heeft gekeken. In een mum van tijd heeft ze al dat papier weggewerkt en ze heeft het weggebracht voor het goede doel. Maar als dan op een gegeven moment een 's avonds een mevrouw bij de deur staat van de jeugdzorg en vraagt naar de adoptiepapieren van haar kleine broertje, dan is er een probleem, want die papieren lagen in die kast. En nu moet Tore als de wiedeweer gaan zorgen dat ze die papieren weer te pakken krijgt, want anders wordt haar broertje weggehaald. En voor de bovenbouw heb ik Anselma Noord, Het kleine huis bij de rivier. Op een dijk langs de rivier staan 5 huizen. En in die 5 huizen woont 1 grote familie. De kinderen in die familie zijn Joes en Amber. Maar beetje bij beetje veranderen er van alles. Aan de overkant is een boerderij, maar die wordt op een gegeven moment afgebroken. En het echtpaar vergeefs moet verhuizen. En de weg langs de huizen wordt geasfalteerd. En het verkeer gaat steeds drukker daarlangs. Er worden wel maatregelen genomen, want ze mogen helemaal niet zo snel rijden. Maar toch, op een nacht rijdt er een vrachtwagen bij Joes de kamer in. En dan is iedereen van slag en moeten er echt dingen gaan veranderen. Een heel mooi verhaal voor de bovenbouw. 3 mooie tips voor de feestdagen. 3 mooie tips om voor te lezen in de klas. Of voor kinderen om zelf te lezen. Hoi, ik ben Sabina Vonk, leesmediaconsulent bij de Bibliotheek Amsterdam. En ik mag een aantal aanbevelingen doen voor de groepen 5-6. Het eerste boek wat ik voor groep 5-6 wil aanbevelen is een Lego zoekboek. Alles is echt super. En dit zoekboek gaat eigenlijk over de geschiedenis van Lego. Lego is nog steeds het nummer 1 speelgoed, dus favoriet speelgoed. En het neemt je eigenlijk mee in de geschiedenis van Lego en de periodes wat voor Lego er was. Er zitten zoekplaatjes bij, allemaal figuren die teruggevonden kunnen worden. Maar er staat ook een stukje tekst bij die je uitdaagt om de avonturen te beleven die erop afgebeeld zijn. En op deze manier neemt het boekje door allerlei verschillende fases van Lego heen. En stimuleert het dus ook om zelf verhalen te bedenken. Aan het eind zitten ook nog een aantal andere figuren. Kun je die vinden? Een superleuk boek, echt voor bovenbouw ook. Het tweede boek wat ik aan wil bevelen is dit boek. De avonturen van Rutger, Thomas en Paco. En dit verhaal heet De Magische Halsband. Rutger en Thomas zijn in het echt een YouTube-duo die veel YouTube-filmpjes maken en heel veel volgers hebben. Veel kinderen kennen ze. En zij hebben dus besloten om ook boeken te gaan schrijven en avonturen te bedenken. En dit is nummer 1, dus ik vermoed dat er nog meer aan gaat komen. Dit verhaal heet De Magische Halsband en het gaat over een hond, Paco, die een magische halsband krijgt. En dan gaat hij ineens heel menselijk gedrag vertonen, zo kan hij ineens praten. Dan verdwijnt hij. Rutger en Thomas die gaan dan op zoek, want waar is hun hond gebleven? En dan beleven ze een heel avontuur. Heel spannend geschreven. Het extra leuke aan dit boek is, naast dat het heel toegankelijk en leesbaar is, en ook echt zoals het duo in het echt is, dus het is heel realistisch. Maar tussendoor maken ze ook filmpjes en radio-interviews en dan is het ineens
Dat wordt dan ineens weer gegeven als stripverhaal. Getest door mijn dochter en goed bevonden. Wat ook heel fijn is aan dit boek is dat er aandacht is voor de diversiteit. Sowieso, het koppel is een homokoppel en daar gaat het verder niet over in het boek. Maar het is voor de diversiteit in kinderboeken fijn om dat te hebben. Dus een toevoeging voor je collectie. Het laatste boek wat ik wil aanbevelen is dit boek. Wie achter deze deur verdwaalt. Geschreven door Rinder Kromhout en Tonke Dracht. Twee hele beroemde schrijvers die hier samen een boek hebben geschreven. En ook helemaal in hun stijl. En het leuke is dat zij niet zomaar op dit idee gekomen zijn. Hoe ze op het idee gekomen zijn om dit boek te gaan schrijven, specifiek dit verhaal, dat leggen ze aan het einde van het boek uit. Heel erg interessant om te lezen. Ook om voor te lezen aan de klas. Het verhaal gaat over Lorenzo. Lorenzo zit op een bijzondere school in een bijzondere klas met bijzondere klasgenoten. En hij heeft een lievelingsschrijfster, Lavinia Morgenster. En via zijn meester kent haar. En dan mag hij samen met een klasgenoot op bezoek bij die schrijfster om vragen te stellen aan de schrijfster. En in het huis van de schrijfster is een bijzondere deur. En eigenlijk worden ze heel nieuwsgierig wat er nou achter zit. Nou ja, daarachter zit het land der cosmopolieten. En om daar te komen, ja, hebben ze wel een paspoort nodig. Die moeten ze aanvragen. En ze hebben eigenlijk ook een visum nodig. En dan met de klas gaan ze proberen om dus inderdaad dat paspoort en dat visum te krijgen. Maar er zitten heel veel dubbele lagen in. Want het gaat ook over dromen en wat je zou kunnen worden, wat je zou willen vinden achter die deur. Dus het gaat heel erg ook over verhalen maken, helemaal in de stijl die we gewend zijn. Een boek waar je heel veel leuke activiteiten mee kan doen in de klas. Zowel brieven schrijven, verhalen bedenken, je afvragen hoe een schrijver dit soort verhalen tot stand kan brengen. En ook rijke teksten. Dus je kunt ook een stuk tekst gebruiken voor andere werkvormen. Echt een aanrader, moet je gewoon in je collectie hebben. Goedendag, ik ben Maarten Spaan, leesmediaconsulent bij de Bibliotheek Amsterdam. En ik mag voor deze online inspiratiesessie in een paar minuten tijd wat vertellen over de allernieuwste leuke boeken voor de bovenbouw voor groep 7 en 8. Ik begin gelijk met het eerste boek, Baas van de Wereld. Heb ik samen met mijn zoon gelezen, die is 10 jaar. En we hebben er ontzettend veel plezier aan beleefd, alle twee. Het is een ontzettend fantasievol boek. Het is grappig. Het is ook spannend. En het heeft twee hele leuke karakters, of eigenlijk drie. De hoofdpersoon zijn Ivo en Mila. En die ontmoeten op een dag een vreemde zwerver die beweert de baas van de wereld te zijn. Nou, en dat is eigenlijk het startschot voor een waanzinnig grappig verhaal. Met ook wel een beetje een serieuze ondertoon erin. Namelijk over dat wij mensen op aarde er een puinhoop van maken. Pieter Kalwijk heeft het geschreven. Het is geïllustreerd door Ellie Hayes. En Pieter Kalwijk, die naam ken je misschien. Hij heeft in oktober de Gouden Griffel gewonnen voor zijn allernieuwste boek, Gozerd. Dus dat is mijn eerste boek, Baas van de Wereld. Het tweede boek is een boek van Andy Griffith en Terry Denton. Zeer bekend van de waanzinnige Boomhut-serie, dat door vele kinderen verslonden wordt. Het zijn allemaal verhalen en hebben allemaal als thema iets wat heel erg vies is. En in dit boek, achterop het boek staat een testje, namelijk peut je wel eens in je neus, laat je soms een boer tijdens het praten, plas je in het zwembad, vind je spruitjes ook zo ongelooflijk vies en hou je van verhalen over smerige dingen. Nou, als je heel veel punten scoort, dan is dit boek iets voor jou. En als je 0 punten scoort, omdat je zogenaamd heel netjes bent, dan ben je een smerige leugenaar, want dit is een boek voor jou. Korte verhalen, ontzettend leuke, absurde humor, die kinderen zeer zullen waarderen. Het derde boek, Van Dijk, Virgil van Dijk. Niet een saaie biografie, maar op een hele leuke, meeslepende manier zijn levensverhaal eigenlijk opgeschreven. Ik zal een heel klein stukje voorlezen, dan heb je een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Op het veld
vond Virgil snel zijn draai bij Celtic. Zijn klasse bleek al meteen bij zijn debuut 2-0 winst tegen Aberdeen. Maar hij moest 3 maanden wachten op zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Maar eindelijk, in de uitwedstrijd tegen Ross Country, ging hij mee naar voren bij een vrije trap. En hij sprong het hoogst van iedereen en zette zijn hoofd tegen de voorzet van Emilio Izaguirre. En zijn kopbal maakte een stuit en verdween toen vierde paal in het net. Goal! Nou, een hele leuke serie is het ook, want er zijn van meer wereldsterren, onder andere van Ronaldo en Mbappé, maar op een hele leuke manier dus opgeschreven. En het laatste boek, ook een informatief boek, Power Vrouwen, 25 spannende verhalen over bijzondere vrouwen in de geschiedenis. Hele bekende namen zoals Cleopatra, Pocahontas, Florence Nightingale. Maar ook wel wat onbekendere namen. Nou, ik stuitte op dit verhaal, wat ik ook met veel interesse las. Want dat is wel het mooie in dit boek. Het is verhalend opgeschreven. Dus de tekening die je hier ziet, die speelt zich af in de verhoorkamer. De vrouw waar het om gaat is Zinaidae Portnova. Ze is 13 jaar en ze is een verzetstrijdster. En nou, wat er hier gebeurt, dat ga ik niet verklappen, maar het is heel erg spannend. Daarnaast staan er allemaal wist je datjes en ook hoe het in het echt is afgelopen. Nou, zeer mooi boek, Power Vrouwen. Dat was het dan weer. Een hele stapel verse boeken voor groep 1 tot en met 8. En voor jezelf natuurlijk. Je kunt de boeken lenen bij de bibliotheek of kopen voor in je eigen schoolbibliotheek. Ik wens jullie heel veel leesplezier. Dag!